Jeffrey Fortes, om te beginnen. Jij was eigenlijk de grote verandering ten opzichte van de laatste wedstrijden. Wat voor rol had je nou precies? Gewoon vanaf het middenveld gewoon een beetje buffelen. Gewoon box-to-box. Ik heb het vaker laten zien, dus vandaag was dat niet anders. Weliswaar een andere positie dit seizoen, maar al met al mag ik toch wel vrij wat tevreden zijn. Vandaag was het inderdaad wel anders ten opzichte van het seizoen, wat je zelf al zegt. Ik zag je af en toe als linksbuiten opduiken. Ik zag je bij de keeper staan met corners en vrije trappen. Is dat wel een rol wat jou bevalt? Maar laten we vooropstellen, ik ben gewoon middenvelder / rechtsback. Maar we komen eenmaal in een situatie waar trainer me op een andere positie nodig heeft. En dan moet je gewoon de volle 110% alles voor het team geven. En hopen dat alles goed op zijn plek valt. Maar ik moet zeggen, dit was de positie bevalt me wel, zoals ik eerder al zei. Een beetje buffelen, een beetje box-to-box. Alleen jammer dat we zonder punten hier staan. Op welke vlak had er vandaag meer in gezeten? Doelpunten, dat is heel simpel. Ik denk dat de eerste helft een beetje moeizaam was, een beetje zoeken hier en daar. Maar ik denk dat we het vervolgens als team goed hebben opgepakt. En vooral de tweede helft waren wij wel de bovenliggende partij. En met name de betere en grotere kansen. Voor ons nu zaak om deze week gewoon af te sluiten. Er is veel gebeurd, veel gesproken, veel gezegd. Dus voor ons gewoon deze week afsluiten en met opgeheven hoofd naar volgende week. Je verliest namelijk twee keer in de blessuretijd. Is het gevoel nu wel wat anders eigenlijk? Nee, kijk, ik denk dat iedereen gewoon een kutgevoel heeft. Je verliest weer gewoon en ik denk dat dat met name heerst. Maar ik denk dat na deze wedstrijd ook gewoon veel positiviteit heerst. Als je ziet hoe we voor elkaar knokken. En niet dat het afgelopen weken minder was daar. Vorige week vond ik het als team dat we minder hebben gepresteerd. Maar daarvoor moet je ook gewoon winnen. En dat gebeurt niet, maar dat is eenmaal gebeurd en nu is het gewoon een zaak voor ons om positief door te kijken, want we hebben nog een paar finales te gaan. Je noemt zelf het woord knokken. Is dat toch wel iets wat bij jullie wel een besef is geweest toen Poldervaart zelf zei van joh, ik stap op, dat jullie met z'n allen dachten van ja, we kunnen toch misschien wel een stukje harder werken en dat je dat vandaag ook terugzag? Maar dat is moeilijk te zeggen. Ik kan moeilijk voor een persoon spreken, ik kan alleen voor mezelf spreken. En ik denk gewoon dat als je voetballer bent, dat je gewoon 100% elke wedstrijd moet geven, elke training. En wat ik al zei, ik kan daarin alleen over mezelf spreken. Ik denk niet dat iemand bewust geen 100% geeft en niet voor elkaar wil knokken. Maar ja, het ziet er soms wel zo uit, maar ik denk dat we vooral vandaag hebben laten zien dat we toch een team zijn. En toch gewoon voor elkaar willen en moeten knokken zelfs. Want je staat toch wel in de gevarenzone nog steeds, dus je moet daar snel uitkomen. Als je persoonlijk kijkt, vind je dat er echt iets moet veranderen, dat er iets omgegooid moet worden, dat er een hele andere type trainer moet komen? Of ja, kun je eigenlijk gewoon op deze manier wel verder gaan? Nou, laten we zeggen, in eerste instantie vind ik het al jammer dat Adrie weg is. Maar oké, alles moet doorgaan, maar om nu te zeggen wat voor trainer moet komen, dat eerlijk gezegd boeit het me vrij weinig, want je weet gewoon wat voor positie je staat, je weet wat er moet gebeuren, je hebt punten nodig en met wie of hoe zou me eigenlijk vrij weinig uitmaken als we maar gewoon als team er weer staan. Begin je persoonlijk wel al wat meer zorgen te maken nu nog maar een paar wedstrijden te spelen zijn, je staat op die positie of verandert er voor jou niet zo gek veel? Nee, natuurlijk begin je zorgen te maken al sinds we op die positie staan, weet je gewoon van alles zit dicht bij elkaar. Maar je weet ook dat alles snel omgegooid kan worden. Neem Groningen zelf als voorbeeld. Die stond ook onder de streep en werd ook van alles gespeculeerd. En vervolgens met wedstrijden winnen, dan zie je dat je gewoon opeens veilig staat. En ik denk dat in ons geval dat ook gewoon is. Er wordt van alles gezegd en wij moeten het gewoon positief kijken. We hebben vaker in deze situatie gestaan, dus voor ons is het gewoon een zaak om wedstrijden weer te gaan winnen. En laten zien dat we kunnen voetballen, vooral als team. Tot slot, je hebt nu drie wedstrijden in een zeer korte tijd gespeeld. Is het nu lekker om toch even een paar dagen vrij te zijn? Of zou je eigenlijk zo snel mogelijk weer willen voetballen in zo'n situatie? Nou, ik ben wel een type die graag veel wedstrijden speelt. Maar ik denk dat in ons geval nu een beetje rust even wel goed uitkomt. Met wat er afgelopen weken met name is gebeurd. Dus dat iedereen iets vrijer in zijn kopje kan zijn. En fris aan een nieuwe week beginnen. Want
volgende week staat Ajax alweer voor de deur.